Hallo kijkers van Shinesprouts, ook maar gloednieuwe aflevering van Harry Potter WK Zwerkbal. En we hebben nog steeds een co-commentator, het is namelijk Nandowin. Lekkering! Zeer lekkering. We gaan maar weer eens wat matches doen. De vorige aflevering hadden we het over autonome mensen. Autonome mensen? Ja. Het blijven bijzondere vogels. Mm. Ik wou dat ze eigenlijk wat meer in het openbaar zou zijn. Dat het mensen zou opvallen. Van, dat zijn wel best wel gare mensen. Mm-hmm. Want het komt wel eens in het nieuws. Ik heb er wel eens ooit over gehoord, ja. Volgens mij was er ook een rechtszaak of zo bezig. Want er was één zo'n persoon die zichzelf autonoom noemt. Nee. Die juridisch advies gaf of zo aan mensen. Voor de Belastingdienst, daar hoef je helemaal niks voor te betalen, want je hebt geen contract met ze en andere instanties, weet ik veel wat. Het blijven bijzondere figuren, bijzondere vogels. Maar het voelt altijd zo lekker om ze toch te naaien. Ja, precies. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen, hoor. Kijk, dat soort mensen is het altijd fijn om ze keihard te naaien als je, weet ik veel, een loonbeslag of zo. Ja. Dat blijft gewoon fijn. Of dat je dan bankbeslag legt en dat ze net boven het, ze hebben zeg maar net zoals bij bij een loopbeslag heb je beslagvrije voet, toch? Ik weet niet of jij daar bekend mee bent. Nee, ben ik niet bekend mee. Nou, zeg maar een gedeelte van het hoezo wordt er aangebeld? Ik denk dat jij open moet doen. Ze hebben toch de huissleutel gewoon? Nee, ik hoor ze nu gewoon naar binnen lopen. Mm-hmm. Waarvoor gaan ze dan aanbellen? Heel gek. Weet ik niet. Maar goed, er is een zeg maar minimum waar jij zelf dan recht op hebt. Ja. Wat wij dan, als wij een beslag gaan leggen, dat wij daar geen recht op hebben. Okay. Dus zeg maar wat je verdient, €2000 netto. Ja. Dan heb jij iets van, €1700 netto heb jij zelf recht op. En wij hebben recht op die 300. Ja. Oh. Zo werkt dat eenmaal. Want je moet wel gewoon je dagelijkse behoeften kunnen spenderen. Dus je huur, je gas, je licht, je water, je boodschappen. En daar wordt dan een beetje rekening mee gehouden. Okay. Nou, en bij een bankbeslag is dat precies hetzelfde, alleen noemen ze het dan anders. Okay. En daar wordt dan rekening mee gehouden of je een groot huishouden hebt of niet. Oh. Maar als ze dan boven het, zeg maar die threshold zitten. Ja. En dan echt dik boven dat threshold. Oh, dat voelt zo fijn. Bij anderen dan is het minder fijn als je weet dat ze niet echt leuke omstandigheden hebben. Maar ja, dat. Wauw. Ik lees nu iets anders. Voormalig heette het Twitter. Ja. Hoe heet het? Elon Musk die heeft wat getweet over advertisers. En nu is Disney Twitter aan het boycotten. Echt? Ja, ze hebben hun stocks verkocht van Twitter. Oké. Okay. En waarom nu, precies? Ik moet even weer die opmerking vinden, want ik zag hem ergens voorbij komen. Want nu zie ik een reactie erop en en zo'n guy die zegt, dan ga ik Disney boycotten als zij Twitter gaan boycotten. Mm. Dat is een keuze. Ik heb geen Disney Plus, dus. ik heb wel Disney Plus, maar ik geef niks om Twitter, zeg maar. Nee, dan. En Disney is veel groter dan Twitter. Dat is waar. Mm. Ik zou even moeten kijken waar dat vandaan komt. Oh. Ik dacht dat het een van die Juice-kanalen was die dat had getweet. What the fuck. Nee. Hier zie je cancel Hulu en cancel Disney Plus are now breakout trends on Google Trends. Oh, Hulu ook? What the fuck. Ik volg er veel mensen. Dat dingen. Ik zie heel veel tweets, maar niet hetgene wat ik
Ik zag het vanochtend ergens en dacht ik, oh, het zal wel. Ik begreep hem ook niet, maar nu ik dit zie, begrijp ik het wel. Oké. Oh, hij was adverteerders aan het blackmailen. Oh, volgens mij mag dat niet. Oh nee, wacht. De adverteerders die waren aan het blackmailen, dat was het. Oh. Tegen Elon Musk. Oh, ik heb mijn potje gewonnen, nice. En toen zei Elon Musk, go fuck yourself. Mm-hmm. En toen zijn mensen gaan boycotten of zo. What the fuck, maat. Iedereen zit... Nou ja, er zijn altijd mensen die Elon Musk geil zijn. Die zitten nu allemaal van... W. Mm-hmm. Nu zijn mensen die gaan ook Disney Plus en zo cancelen. Oei. Lekker doen. Ik denk dat Disney Plus daar niks van voelt. Nou, sowieso niet. Disney heeft zoveel monies. Mm-hmm. Ik denk dat ze er alleen maar smakelijk om kunnen lachen. Ik denk die executive Mickey Mouse zeker weten. Die, mm-hmm. die zit wel eventjes goed op het stoeletje mee te genieten hiervan. Kijk, ik zit me nu weer te bedenken, want ik ben nu klaar met de mails en ik ben nu wat anders aan het doen en dan bedenk ik, wat moet ik hier ook weer doen? Ik moet weer helemaal om gaan schakelen. Bewust. Okay. Je doobie schakeling. Ja, doobie schakeling in die. Ik denk dat... Ik weet niet wat ik hier moet doen. Oepting. Er is zeg maar een brief verstuurd voor een aankondiging van iets. Maar ik kan niet echt uithalen of dit gewoon... Om het gewoon te versturen dat we reactie krijgen of... Dat we daadwerkelijk een actie gaan ondernemen. Hmm. Als niet binnen 5, gaan wij verder. Oh, en ik zie dat ze niet eens aan ons hebben betaald. Ze hebben betaald aan het CEIB. Dat is ook wel leuk. Dan liggen de zaken niet meer bij het CEIB. Dan liggen ze bij een deurwaarder. Maar dan betalen partijen nog wel. Hm? Snap je dat? Ja. Die denken van, oh, dat is toch opgelost. Nee. Ja. Maar dan betalen ze alleen de hoofdsom. Ja. En dat is dan en eigenlijk het bedrag wat het wat ze eigenlijk hadden moeten betalen. Ja, wat ze eigenlijk hadden moeten betalen. Maar er zitten nu al verhogingen op. Mm-hmm. En dan hebben ze niet voor alle zaken hebben ze wat gedaan. Nee, ze hebben wat een dompies. Ze hebben voor enkelingen. Terwijl we ook weer een nieuwe hebben liggen, zo te zien. Ik zie dat mijn collega, die moet volgende week gaan bellen. Als we een telefoonnummer hebben. Kijken. Mm. Ze hebben een telefoonnummer en een gsm. Wat is dit voor bedrijf, joh? Ik ga niet zeggen welk bedrijf dit is, want dat is privacygevoelig. Dat mag jij niet, denk ik. Nee, dat mag ik niet. Dat zou wel heel lullig zijn en dat zou ook mijn baan kunnen kosten. Mm-hmm. Ik heb zo dik gewonnen, daar word je bang van. Met 500-0. Nou, yes. Dat niet. Maar volgens mij wel met 400-0. Jezus Christus. 410-0. Wauw. Dat is wel echt heel veel. Oh. Wat ik wel grappig vind... mijn oude adres kan ik wel zeggen op zich op YouTube. Dat maakt niet zoveel uit. Ik woon op de Gustav Hertzstraat. Yeah. En als ik dan via mijn reisplanner dan Gustav ging intypen, dan kreeg ik altijd een andere straat. Yeah. En dat bedrijf dat zit op die straat. Oh, die ik altijd kreeg. Lol. Dus dat vind ik wel grappig om dat te zien. En dan komt nu iemand aangelopen. Die gaat denk ik naar de was kijken. Ga je naar de was kijken? Nee, ik moet naar de zolder. Ah, nee. Waarom moet je naar de zolder? Voor je winterjas. Die had je al een week geleden moeten pakken. Nee, oké. Okay. Nou, dat is een keuze. Ben jij niet aan het werk? Ik ben aan het werk, hoor.
Maar tegelijkertijd ben ik aan het kletsen met iemand. Van het werk? Ja. Oh, oké. Hij is, hij is ook van het werk, toch? Ja. Nee, dat is niet Ashley. Ashley is iemand anders. En dat is een vrouw. Ja, dat ik heb Ashley ook gezien. Ja, die heb je inderdaad gezien. Wie is dit dan? Dit is Milan. Oh, dit is Milan. Milan werkt toch niet bij jou? Jawel. Hij is bij mij niet. Ja, ja. Ik betaal hem in mijn chocoladepepernoot. Dag Milan. Hi. Waarom zit er een plakbandje in je buurt? Omdat we de kartonnen dozen daar hebben gestaan. Ja. Nou, nu heb je twee gasten. Wat geweldig. Ja. Heeft u nog wat gezegd, iemand van de pomp? Van de wat? Van de warmtepomp? Hij zei, het is gefixt. Oh. En toen ging hij weg. Oké. Okay. Dus zei ik, oké, okay, doei. Nou, zo ging het. Oké, okay, ik ga even bij de jas. Ja, ga jij maar bij de jas kijken. Boven. Nee hoor, het is bloedwarm hier. Hier is het koud. Oké. Okay. Misschien moet je je kamer hier neerzetten. Mijn kamer op de vliering neerzetten. Oké, ik zal het vragen of dat een mogelijkheid is. Wel netjes opgeruimd. Dat is een keuze. Are you winning, Sun, by the way? Zeker. Zeker. Ik sta 50-0 voor tegen Bulgarije. Moet je weer tegen Bulgarije? Nee, ik moest nog niet tegen Bulgarije. Maar ik moet twee keer tegen elk land. Hè. Alleen, ik heb Bulgarije nog niet gedaan. Alleen Bulgarije stond de eerste. Oh. Heel eventjes, omdat ze aan de wedstrijd meer gespeeld hadden dan ik. Er stonden 2 seconden eerst. Ja. Nu, ik heb tot nu toe alles nog gewonnen. Oh joh. Nee. Bulgarije is ook het enige land wat je moet vrijspelen, zeg maar. Dan moet je 65 tovenaarskaarten hebben. En de rest krijg je allemaal al alle andere landen, zeg maar. Dus het is ook wel leuk als je die vrij hebt gespeeld om daarmee te spelen. Dus misschien dat... Wow. Misschien dat deze serie nog wel gaat lukken, want ik moet na deze nog 2 keer een heel seizoen doen. Want zijn er nog bepaalde wedstrijden die echt heel moeilijk zijn om te winnen? Nou, dat vraag ik me dus af. Ik ben nu op het tweede niveau en er zijn 4 niveaus, zeg maar. Ja. En op het tweede niveau win ik dus nog steeds zo fucking dik, zeg maar. Dus ik ben benieuwd hoeveel moeilijker die andere 2 niveaus zijn. Want dat kan ik me niet meer herinneren van vroeger, zeg maar. Dat is al te lang geleden. Ah, je hebt iets OP's, dat is Team Special Move. Dan krijg je gewoon een soort cutscene en dan score je 1, 2 of 3 keer gewoon zonder dat je daar echt iets voor hoeft te doen. Mm-hmm. En op dit moment krijg ik die nog de hele tijd. En ik weet nog wel dat volgens mij als je een moeilijke niveau doet, dat de tegenstander elke keer die Team Special Move krijgt. En dan kan je daar gewoon niks tegen doen, zeg maar. Oké, okay. Het is niet zoals met bijvoorbeeld die Mario Strikers, dat je dan zo'n special move tegen je krijgt en dat je dan met je Wii remote... Nee, je kan daar niks tegen doen, zeg maar. Oké. Dat is wel flink kut als hij het krijgt. Maar dat is gewoon een kans of moet je iets vangen? Ja, dat is niet helemaal duidelijk hoe dat werkt. Ah. Voor mijn gevoel is het gewoon een kans. Oh, dat is wel een beetje... Maar ik merk daar groot verschil in met het simpele niveau. Want daar krijgt geen een van de teams krijgt dan een team special move. En nu krijg ik ze wel de hele tijd in het tweede niveau. Oké. Toch wel dik dat je dik van ze wint. Jawel, alleen het wordt daardoor een beetje saai. Daarom is het wel leuk dat ik nu iemand heb om tegen te praten. Anders is het een beetje saai. Nou, anders is het een beetje, je gooit wat. Mm-hmm. Je moet niet door de trap heen zakken, hè? Nee, maar die ene trapje kraakt. Ja, al die treden kraken. Nee hoor. Het is net alsof je een zak Krookie chips achterover zit te werken. Zo hard kraken die treden. Moet je ook nog iets naar boven brengen? Ja. Jezus. Oké, ga jij dat maar even pakken. Ga even een jas pakken. Mm-hmm. Een winterjas. Ja. En gelukkig heeft ze niks gezegd over de slaven die we boven hebben. Oh, kut, nu heb ik het gezegd. Oh nee, het zijn geen slaven, het zijn elfen. Ah nee, dat maakt het nog erger. Kut. Huiselfen. Het zijn maar muizen. Het is alleen maar zande. Het is alleen maar zande. Nee, dat is minder erg. Ja, dan wordt het wel... Dat is gedoogd.
Gedoogd, inderdaad, ja. Ik zeg dat wel. Nou, gelukkig maar. Even kijken hoor. Volgens mij moet ik tot aan dit. Maar ik kan het mis hebben. Dan wil ik info's nemen, maar ik mag bij bepaalde zaken mag ik dat nog niet doen. En waarom niet? Je hebt zeg maar een dwangbevel ontvang je van je opdrachtgever, dus het CEIB. Dan stuur jij een eerste aanmaningsbrief naar een partij of een persoon waarvoor de vordering is. En dan hebben ze 10 dagen om te reageren. Wow. En als ze niet reageren, dan wordt het dwangbevel betekend. Dat houdt in dat er deurwaarderskosten bovenop de kosten die je moet betalen erbij komen. Mm-hmm. En wij mogen dan meer acties ondernemen. Want nu mogen wij bij dat soort dossiers bijvoorbeeld geen info's nemen bij het UWV van waar de partij werkt. Of We mogen geen bankinfo's nemen waar een partij bankiert. Nou, deze casus is dat het geval. Dus ik moet ervoor zorgen dat ik niet alles meeneem in de info's. Kijk eens. Deze is voor jou, hè? Ja, die is van mij inderdaad. Waarom hangt die aan de kapstok? Omdat die al een hele lange tijd aan de kapstok hing. Moet die niet gewassen worden? Nou, hij mag wel in de was van mij, hoor. Oh. Jij mag hem in de was doen. Ja, ik ga eerst een jas. Ja, ga jij maar eerst. Doe jij een winterjas van boven? Nee, ik hoef geen winterjas van boven. Want ik draag toch altijd een vest onder mijn jas. Dat is net alsof ik een winterjas draag. Dit is prime content. Ja, dit is wel echt prime content. Dit maak je niet heel vaak mee. Nee, dit maak je wel heel vaak mee. Aangezien mijn deur er nog niet in zit, gebeurt het eigenlijk bijna vrijwel dagelijks. Hou eens op met die open deurtjes. Ik zit niet te zeiken. Ik zeg het alleen maar tegen een vriend dat mijn deur er nog niet in zit. Dat is niet zeiken. Mag ik een second opinion? Maar het zou wel fijn zijn als die erin wordt. Zei ik nou niet? Nee. Wat is de reden dat je nog geen deur hebt? Je hebt toch zeg maar boven of rondom je deur heb je toch een soort van ding. Kozijn. Ik weet, kozijn. Ja, dankjewel. Ja. Dat zei die vriend van me net ook. De bovenkant van de kozijn zit er nog bij mij er niet in. Mm-hmm. De deurklink, of zeg maar het hendeltje, dat zit er ook nog niet in. Want dat moest worden besteld door een gast, maar de leverancier heeft het nog niet geleverd of wat dan ook. Oh, big oof. Ja, dus daar zijn we dik. Denk ik 1,5 maand al op aan het wachten. Misschien als het niet meer is. Ja, langer. Langer zelfs. Nou, moet je nagaan. Blijkbaar kost het heel veel tijd om dingen uit China te importeren. Ja. Het is niet uit China. Welk land dan? Weet je dat toevallig? Teuma, ik denk dat het Duits is. Duits. Nou, dan moet je nagaan. Kan je zelf rijden. Komt uit Duitsland. En het kan is zelf ophalen. Ja, en we kunnen net zo goed zelf de kant op gaan. Dan kunnen we ze direct laten maken. Dag Nando. Oké, okay. Doei. Nee, dat denk ik niet. Want ik droeg dat toen ik naar het ziekenhuis ging altijd. Of voor het sporten, ja. Dat was nog in de tijd dat ik moest revalideren. Mm-hmm. Dankjewel. Succes met wat je gaat doen. Ik ga nog even werken en praten met Milan. Ja, dit is een... Dan komt ze weer terug. Wat is er? Dit is voor jou. Wat is dat? Pyjama-broek. Pyjama-broek? Nou ja, je housebroek. Mijn housebroek. Je huisbroek. Mijn huisbroek, oké. Naar mijn weten ga ik niet naar houseparties, maar... Nou ja, kom wel in de buurt. Even kijken hoor. Kijk, ik weet wel wat ik met deze mag doen. Nou, dat was weer de derde gast. Dat was mijn moeder. Gezellig. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Zeker. Volgens mij was ze ook bij de bingo. Bij een of andere stream was ze er ook. Ja?
Nou, dat kan ik me niet herinneren in ieder geval. Nou, ik kan me herinneren dat Paddy erbij was. Dus waarschijnlijk was het dan... was geen Windweker, maar het was wel dat we aan het streamen waren. En toen kwam ze ook voor iets binnen, volgens mij ook voor de was of wat dan ook. Streaming. En toen had ik het ook over de deur toevallig. En oh nee, dat was wel met mij, want dit was heel erg déjà vu. Oh, toch wel. Nou, dan was je er wel bij. Nou ja, dat... Maar dat was echt nogal lang geleden. Daarom dacht ik van, zit die deur er nog niet in? Nee, het is nog steeds niet gefixt. Nee. Wat wel is gefixt, ik heb nu de zijkant van mijn bankstel. Mm-hmm. De deuren van mijn kledingkast zitten erin. En de nieuwe spiegel. Daar ging het toen ook over. Ja, klopt. Toen kreeg je ook een of andere spiegel. Een tijdelijke spiegel. Ja, dus nu kan je in je titel zeggen... Nanda heeft eindelijk de nieuwe spiegel. Ja. Die is wel vet, want er zit, mm-hmm. zit zeg maar drie knopjes op het ding zelf. Ja. Eentje is om het licht aan te zetten. De andere is om hem feller of minder fel te zetten. De andere is de eject-button. Kaboom. Dat zou zomaar kunnen. Ik weet niet eens waar het andere knopje voor is. Even kijken. Ik kan het niet zien vanaf hier. Nee, ik kan het echt niet zien. Anders was het wel interessant geweest. Maar het is wel een vette lamp, dat wel. Of spiegel. Maar er zit gewoon een lamp in. Dat is wel nice. Yes, yes. Dat is zo nicing voor de cake, is dat. Zeg dat wel in. Ik vind het wel alleen jammer dat je hem niet zeg maar, kan aanzetten door je handen bijvoorbeeld erachter te zetten. Want dat was wel in het andere huis. Hoe kon je dat doen? Dan kon je dat gewoon doen en daarna je handen wassen. En dan moet ik eerst mijn handen wassen en dan kan ik het pas aanzetten. Ah. Je kan ook zo doen. Je kan ook... Kom, ze is weer. Je zou toch weggaan? Jij gaat gewoon nooit weg. Nee. Maar dan snap je waarom ik een deur nodig heb, want dan kan ik hem gewoon dicht. Kom ze niet naar binnen, want nu komt iedereen naar binnen. Ja. Ik heb nog geen salontafel, dus ik kan ook nu niet een hapje of zo op tafel voor je zetten. Okay. Nee, dat kan ik niet. Ik zie daar die man, daar zit gewoon van alles in, hè? Ik moet ook even naar boven nog. Ah, er moet nog iemand naar boven. Het is gewoon feest bij mij. Moet even een snoer hebben voor de tv, 220. 220, een snoer. 230 volt snoer. Heb je de HDMI dan al? Ja, die heb je bij nodig gedaan. Oh, die heb je bij Rodi gejat. Oké. Okay. Er wordt ook in het huis gejat. Hoezo? Oh, dat mag ik niet vertellen dat er in het huisje wordt gejat. Oh. Wordt geleend. Oh ja, mag ik dan een stuk van die chocoladebrok terug die je vorig jaar hebt gegeten? Nee. Hoezo niet? Had je eerder moeten zijn, want dan had je het teruggekregen. In welke vorm? Ja, dat zeg ik niet. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Doei!